Handhaven. Nou ja, de antropologen zeggen, wij kunnen in tribes van ongeveer 50 mensen ons handhaven. Ja. Want die kennen we, hè? Die snappen wij. We hebben de telefoonnummers van die 50 mensen. Dan voelen we ons vandaan. Dan voelen we ons happy. Ja. Om maar even bij de podcast of home uit te komen. Gelukkig. Dan voelen we ons gelukkig. Ja. Zo gauw die tribe groter wordt, ja, dan krijg je dat mensen zich niet meer gezien worden en voelen. Ja. Dus daar gaat het mis. Dus het idee van een community zit gewoon in onze aard als mens. Mm-hmm. En dat zit niet in onze aard door een globaal systeem gemangeld te worden, een nummer te worden, op de deurmat een envelop te vinden. Je moet nu zoveel terug gaan betalen. Oh, ik heb geen idee dat ik dat verkeerd heb gedaan. Je belt een nummer, je krijgt geen gehoor. Computer says no. Podcast of Hope, moving towards happiness. Ja, nou, leuk dat u er bent. Ja, we gaan met onze gast in gesprek over geluk. En we vragen eigenlijk altijd van, is geluk een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven? Maar ik weet eigenlijk bij u al dat dat volgens mij niet zo is. Ik ben wel oud, maar toch graag je. Oké, ik zou het proberen te onthouden. Ja, maar ja, want jij zei dat geluk, dat je niet echt houdt van het woord geluk. Nee, omdat het woord geluk, dat impliceert zo alsof je huppelend door het leven moet. Hmm. En als je dat niet doet, dan ben je niet gelukkig en dan ben je mislukt. Ja. Nou, ik geloof meer in het woord welzijn. Ja, want bij geluk zitten verkeerde associaties. Nou, niet verkeerd, maar ja, het is zo'n woord wat een beetje overgehyped is, zo langzamerhand. En ik denk dat heel veel mensen zich daar ook niet echt meer prettig bij voelen, bij dat idee dat je gelukkig moet zijn. Nee, dus eigenlijk zouden mensen niet op zoek moeten zijn naar geluk, maar hun welzijn moeten verhogen. Nou ja, kijk, daarom gebruik ik het woord welzijn, omdat welzijn impliceert dat je van binnen meer weet wie je bent. Want daar gaat het over, inzicht krijgen wie je bent. Jij bent student filosofie, dus dat gaat over inzicht krijgen wie je bent als mens. De eerste vraag, de belangrijkste vraag, wie ben ik? Daar begonnen de Grieken tenslotte mee. Dus de vraag is, wie ben ik? Dat is een vraag die ons natuurlijk het ons leven lang bezighoudt. En als je dat van binnenuit begrijpt, samenvalt met wie je bent in feite, dan ga je dat ook naar buiten in je gedrag vertonen. Dus dat bedoel ik met welzijn. Het welzijn met jezelf. Ja. Ah, okay. Ja, welzijn dekt de lading eigenlijk gewoon beter. Voor mij, ja. Want omdat ik denk dat het heel vaak gaat over betekenis willen geven aan je leven. Mm. Hè, als je mensen spreekt, er zijn maar heel weinig mensen die denken, nou ja, het doet er allemaal niet toe. Je wil er toch graag toe doen met alles wat je doet. Lijkt me wel. Met een aantal dingen die je doet. Dus het gaat dan ook over welke betekenis je geeft aan je leven. En dat kan best zijn in je eigen familie, in je eigen kring. En sommige mensen die zeggen, nee, maar ik wil ook betekenis geven aan de planeet Aarde en de impact die het op dit moment heeft. Bijvoorbeeld met klimaatverandering. Dus ik wil daarmee bezig zijn. Ja, precies. Dus geluk moeten we eigenlijk vervangen door welzijn en betekenis geven. Ja, je moet voor mij helemaal niks. Nee. Als jij het gehad. Ja, maar als je mij vraagt, waar gaat geluk over? Zeg, nou, geluk als woord herken ik niet zo. Ik herken wel het woord welzijn. Ja, oké, duidelijk. Alleen welzijn is natuurlijk ook weer breder, toch? Of, want je hebt ook dingen als je externe omstandigheden, bijvoorbeeld waar je woont. Nou ja, kijk, Abraham Maslow bedacht de behoeftepiramide. Yeah. Dus natuurlijk hebben we allemaal kleding nodig, voedsel nodig enzovoort. En naarmate je de piramide naar boven stijgt, gaat het over zelfverwerkelijking. Daar kwam hij op uit. Als je helemaal bovenin zit, dan begrijp je wie je bent, begrijp je waarom je hier bent en begrijp je wat je te doen hebt. En daar zijn we allemaal toch op een bepaalde manier wel mee bezig. Het enige alleen is dat ook Maslow later zei, nou ja, ik heb wel die piramide bedacht, maar ik bedoel niet dat je alleen maar kan stijgen op zo'n piramide. Alsof je nooit meer dakloos kunt raken en dus naar beneden valt in die piramide en dat je weer omhoog moet kruipen. Dus het gaat om het geheel. Natuurlijk heb je je noden en je behoeften, maar als je dat weer bevredigt, dan ga je nadenken, ja, maar wat nu? Wat staat mij te doen? Welke bijdrage lever ik aan deze wereld? Ja, en wat stond er nou bovenaan die piramide? Zelfverwerkelijking. Oké. En is dat als het ware, kun je die piramide nog overstijgen? Of zijn dat eigenlijk al onze behoeftes? Nou, dat weet ik niet. Voor mij is zelfverwerkelijking dat ik ook begrijp
niet alleen wie ik ben, maar dat ik ook begrijp in welke relatie ik met anderen ben. En op het moment dat ik in relatie met een ander ben, zul je merken dat er nog een aspect bij komt, namelijk ons verstaan met elkaar. Wij begrijpen elkaar. En dan is ook heel vaak in dat tussen jou en mij, ontstaat er ook een stukje magie, zo noem ik dat ook wel. Dat je denkt, hey, het klikt ergens. We hebben het gevoel dat we dezelfde taal spreken. Niet alleen het Nederlands, maar ook in het begrip van elkaar. Ja, dat is wel interessant dat je die ander er ook bij denkt. Ja, je kunt niet anders dan zonder de andere leven. Ja. Ja, anders moeten we allemaal onbewoonde eilanden gaan creëren. Nou, dat is dan niet meer te doen met 8 miljard mensen. Dus je hebt altijd een relatie met de ander. Sterker nog, je leert alleen maar in een relatie met de ander. He, dus als ik alleen maar met mezelf bezig ben, leer ik nooit iets, omdat ik denk dat het wel oké is. Op het moment dat ik jou tegenkom, merk ik dat er iets gaat schuren, of ik word geïrriteerd, of ik word blij. En daar in die relatie leer ik. Ja, dus kun je daaruit opmaken dat we misschien meer met anderen, meer om anderen moeten bekommeren? Of je wel of niet, je bekommert altijd om anderen en anderen bekommeren zich weer om jou. Hmm. Dat is nou eenmaal die relatie die je aangaat met elkaar. Oh, je komt daar niet onderuit? Nou, we zitten hier nu aan tafel en we zijn nu in relatie. En de bedoeling van dit gesprek is dat we iets leren. Ja, dat is waar. Maar ik zou bijvoorbeeld ook niet dit gesprek kunnen hebben. Ik zou ook nu in mijn eentje thuis kunnen zitten en me helemaal niet uitmaken wat je zegt. Ja, maar blijkbaar heb je de behoefte om dit gesprek te hebben. Ja. Omdat je iets van mij wil of wil horen of in relatie wil zijn op dit moment met mij. Ja. En is dat de juiste instelling dus, denk ik? Ja, je kunt niet anders. Nee, oké. Dus we zijn altijd in relatie met elkaar, ten alle tijden. Alleen op een moment dat je, en dat zei Martin Buber, een filosoof overigens, die je misschien nog gaat tegenkomen in je studie. Filosoof in de vorige eeuw, 1920 ongeveer, schreef Ik en Jij, of Ich und Du, op zijn Duits. En hij zei, in relatie heb je altijd de ik en jij. Op het moment dat ik een het voor jou ben, ik ben de zoveelste gast in jullie podcastserie. Vermoeiend, weer dezelfde. Nou ja, die doen we wel even, want dan hebben we weer een aflevering gemaakt. Dan word ik een het, zei Martin Buber. Ja. Dan mis je de relatie met mij. Dan ga je via mij, eigenlijk ga je de podcast maken, maar je bent niet geïnteresseerd in mij. Ja. Op het moment dat je een ik en jij relatie hebt, dan is die echte relatie er. Dan kan er ook geleerd worden, kan er ook iets ontstaan. En dat gaat over die betekenis willen geven. Ja. Dus wij mensen willen gezien worden door elkaar. Als je naar de actuele politieke situatie op dit moment in Nederland kijkt, gaat het allemaal over wij willen gezien worden. In ten diepste. Het gaat niet zozeer over de polarisatie, het gaat niet over de tegenstanders, het gaat niet eens over de thema's per se, dat we daar niet mee eens zijn of tegen zijn. Het gaat om, ben ik gezien door de overheid? Ja. Ziet de overheid mij? En op het moment dat je gezien wordt, is er een verbinding, is er een relatie. En dan kunnen we praten. Ja, dan kunnen we gaan kijken. En mensen hebben dan het gevoel dat ze niet gezien worden, omdat ze tot het worden gemaakt. Ja, er zijn het. Kijk naar de toeslagenouders. Dus je staat op een lijst. Het is het. Dus je bent niet gezien. Dan kun je zeggen, ja, maar dat kan toch niet. Je kunt toch niet al die mensen gaan zien. Er moet toch een IT-achtig ding zijn. Ja, maar daar gaat het dus mis. Ja, maar dat lijkt me ook best wel een lastige situatie, omdat het over zoveel mensen tegelijk gaat. Als je de overheid zo hebt ingericht dat we alleen nog maar via IT met elkaar kunnen praten en via lijsten met elkaar kunnen praten, dan krijg je de reactie dat mensen niet gezien worden, omdat ze nou eenmaal op zo'n lijst komen te staan. Ja. Dus we hebben het ook op die manier ingericht. Ja, dat is zo. Dat is zo. He, dus de globale wereld, de globalisering in deze wereld maakt ook dat mensen zich eenzaam voelen en niet gezien voelen. Ja. En dan zeg je, ja, dat kan niet anders. Nee, dat kan wel anders als je daar rekening mee gaat houden. Maar hoe zou je daar rekening mee kunnen houden? Nou, door lokale communities in te richten. He, dus vanuit gemeenten met mensen in contact zijn. En niet vanuit een soort centrale overheidsinstelling in Den Haag ergens. Waar dan de belasting zit. En die gaat het voor alle Nederlanders regelen. Ja, dus eigenlijk een beetje door te deglobaliseren. Ja, de behoefte op dit moment zie je heel sterk dat het in lokale communities. Wij willen weer lokaal met elkaar in contact zijn. Dat is wat jullie natuurlijk ook doen met dit project. Ja. Met elkaar weer in contact zijn en kijken wat daar gebeurt. Dan ontstaan de mooie dingen. Ja, want is het zo altijd geweest? En zijn we daar nu eigenlijk langzaam vanaf aan het aan nou ja, de antropologen zeggen, we kunnen in tribes van ongeveer 50 mensen ons handhaven. Ja. Want die kennen we, hè? Die snappen wij. We hebben de telefoonnummers van die 50 mensen. Dan voelen we ons vandaan. Dan voelen we ons happy. Ja.
om maar even bij de podcast of hoop uit te komen. Gelukkig. Het voelen we ons gelukkig. Ja. Zo gauw die tribe groter wordt, ja, dan krijg je dat mensen zich niet meer gezien worden en voelen. Ja. Dus daar, en daar gaat het mis. Dus het idee van een community zit gewoon in onze aard als mens. Mm-hmm. En dat zit niet in onze aard door een globaal systeem gemangeld te worden, een nummer te worden, op de deurmat een envelop te vinden. Je moet nu zoveel terug gaan betalen. Oh, ik heb geen idee dat ik dat verkeerd heb gedaan. Je belt een nummer, je krijgt geen gehoor. Computer says no. Ja. Dat is het probleem. Ja, daar kan ik wel wat in zien. Ja, op die manier afgeschetst klinkt het ook heel dystopisch eigenlijk. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk het gevoel wat we op dit moment in Nederland, maar misschien ook wel in het westen van de wereld ervaren met elkaar. Mm-hmm. Dat we niet meer verbonden zijn met elkaar en die verbinding ook niet meer voelen. Dus we zijn een het geworden voor elkaar. En dat breekt een community af uiteindelijk. Ja, precies. Ik had dat ook toen ik bijvoorbeeld bij de McDonald's werkte en dan zei ik van ja, ik voel me eigenlijk meer een nummertje hier. Ja, precies. Ja. Ik voel en dat was je ook wel. Ja, precies. Ja. Want dan denk je zo van, als jij weggaat, missen ze je niet. En je hebt niet dat idee dat je echt aan het bijdragen bent. Ja. Ja. Nee, maar is daar de sleutel tot betekenis in nou, het we hebben de behoefte zelf om betekenis te willen zijn. Ja. En dus die behoefte ligt ook in een bedrijf om van betekenis te willen zijn met elkaar. Ja. Zo'n cultuur van McDonald's. Ik weet niet of je ooit de film hebt gezien, maar dat begint natuurlijk. Hoe maken we op zo snel mogelijke manier een hamburger klaar? De founder, die film? Ja. Ja. He, dus en jij bent dan het volgende nummer in het zoveelste locatie van McDonald's geworden. Je hebt geen enkele andere inbreng dan zo snel mogelijk die hamburger klaarmaken. En dat systeem is bedacht ergens in Amerika. Nou, dat is niet dat je dan denkt, ik ben hier nu echt van betekenis. Je kunt wel van betekenis zijn op dat moment met je collega's. Mm-hmm, door in de pauze met ze te zijn, door aandacht voor ze te hebben. Zelfs van betekenis willen zijn met klanten die voor je balie staan. Ja, nee, precies. He, daar kun je de relatie in leggen. Terwijl, ja, een hamburger klaarmaken. Ja. Los even van de hamburger. Ja, nee, precies. Ik kan me natuurlijk ook voorstellen van als ik betekenis zoek in mijn werk, zou ik misschien niet bij de McDonald's moeten gaan werken. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb daar verder geen oordeel over. Nee, oké, maar ik bedoel dan meer persoonsspecifiek. Ja, nee, ik bedoel meer zo van, kun je in elk bedrijf betekenis vinden? Nee. Dat heeft ook met de cultuur van een bedrijf te maken natuurlijk. Kijk, als een bedrijf, en dat is denk ik waar we langzamerhand steeds meer naartoe gaan, dat een bedrijf zich realiseert dat een bedrijf er niet alleen is voor zijn eigen medewerkers en of omzet of voor zijn aandeelhouders, maar dat een bedrijf ook een verantwoordelijkheid heeft naar de samenleving. Dan kan zo'n bedrijf van betekenis zijn, ook voor jou als je daar komt werken. Van, ik vind het een bedrijf aantrekkelijk, want ik heb niet alleen een leuke baan, ik verdien niet alleen een leuk salaris, maar dit bedrijf doet er ook toe. Ja. Je ziet steeds meer bedrijven dat begrijpen, dat het bedrijf meer is dan het bedrijf alleen. Ja, dus als ik, als ik het dan anders zou vragen, zou elk bedrijf potentieel zo'n niveau van betekenis kunnen geven aan zijn werknemers? Ja, en sommige bedrijven niet. En die gaan ook weg, die gaan ook ten onder. Die overleven het niet. Je ziet met name, dat zullen jullie wel meemaken ook na je studie, dat je als je een bedrijf zoekt waar je bij wil gaan werken, dat je een bedrijf gaat zoeken waar je zelf het gevoel hebt dat bedrijf draagt bij. Ja. Ik heb een bijdrage ook te maken in dat bedrijf. Ja. En dat zie je steeds meer, dat jongeren kiezen voor bedrijven die in die maatschappelijke functie begrijpen. Ja. En bedrijven die dat niet doen, ja, die werven niet meer die jonge mensen. Die hebben het gevoel, ja, moet ik dan bij dit consultancybedrijf werken die alleen maar geld wil verdienen voor de eigen partners of de eigen aandeelhouders? Ja, niet aantrekkelijk. Niet aantrekkelijk. Dus jongeren kiezen dan toch of worden eigen ondernemer, sociaal ondernemer ergens voor, gaan de eigen projecten creëren. Dus die beweging zie ik. Ja, zelfs al betaalt het wat minder, zou ik er alsnog sneller voor kiezen. Ja. Nou, je ziet de grote onderzoeken ook vanuit Amerika. ADP is een heel groot onderzoeksbureau. Dat heeft wereldwijd mensen gevraagd, wat is nou belangrijk voor je als werknemer? Er komen twee dingen uit. Geen flexibele banen meer. Dat is interessant, hè? Omdat we altijd denken dat mensen een flexibele baan willen. Juist niet. Nee, omdat werknemers die willen verbondenheid met een bedrijf. Okay. Je bent er dus geen nummer. Mm. En volgende maand ben je niet meer nodig. Mm. Dat betekent ook dat een werknemer totaal niet loyaal is aan jou als bedrijf. Ja. Want ja,
Je kan de volgende maand wel uitleggen. Waarom zou ik loyaal zijn? Ja, dat is waar. Dus mensen vragen toch wel betrokkenheid. Voelen betrokkenheid. En willen ook in hun werk van betekenis zijn. Ja. Nou, als je als bedrijf dat niet kunt garanderen. Noem even een Uber. Daar ben je een nummer. Ja. Als je niet presteert, lig je eruit. Ja, precies. Want dat wilde ik ook vragen als ZZP'er. Hoe werkt dat dan voor jou? Want dan ben je in principe alleen. Maar ik kan me ook voorstellen dat misschien die vrijheid die het met zich meebrengt ook misschien weer van betekenis kan zijn. Nee, kijk, die flexibiliteit, dat is ons altijd aangepraat. Dan heb je vrijheid, dan kun je zelf uitmaken waar je wil werken, wat je doet en wanneer je wil werken. Het probleem alleen is dat je totaal geen loyaliteit hebt naar zo'n bedrijf. Yeah. Je voelt geen binding. Mm-hmm. Dus heel veel mensen die voelen die binding ook niet en zetten zich ook niet extra in voor zo'n bedrijf. Dus de bedrijven worden wakker wat dat betreft als het gaat over workforce. Wie willen we aan ons verbinden? En niet mensen die of weglopen of niet betrokken zijn. Maar dat vraagt ook van een bedrijf weer een andere houding dan ik heb je nu nodig en volgende maand kun je weer gaan. En zoekt men dan een beetje middenweg tussen of dat flexibele werken, gaat het helemaal weg? Nou, of het helemaal weg gaat, weet ik niet. Het is koffiedik kijken. Maar ik vermoed dat de bedrijven steeds meer willen omringen met mensen die vast in dienst zijn. Ja. Kijk, voor de sociale samenhang in Nederland is het ook belangrijk dat we mensen hebben die weer vast werk krijgen. Mm-hmm. Ik kom uit Rotterdam. En in Rotterdam-Zuid is armoede een groot probleem op dit moment. En ook de kinderarmoede daardoor een groot probleem. En wat je ziet is dat heel veel ouders hebben flexibele baantjes. Worden deze maand wel betrokken bij hun werk, maar weten niet of de volgende maand nog werk is enzovoort. Dat betekent dat die mensen in stress leven. Ja. En daardoor vanuit die stress verkeerde beslissingen nemen, schulden gaan opbouwen. Waardoor er weer extra enveloppen op de deurmat komen te liggen. Waardoor er weer meer stress ontstaat. Waardoor kinderen geen boterhammen mee naar school nemen. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan je als ouder nou je kind zonder boterhammen naar school sturen? Maar het heeft alles te maken met die stress in deze neoliberale samenleving die gecreëerd is door de afgelopen 10, 12 jaar. Ja, dus wat stabieler werk, dat zal ook echt leiden tot een stabielere samenleving. Ja, überhaupt. Dat je weer mensen hebt die ook trots kunnen zijn op hun baan. Ik werk daar en daar en dit is mijn werkgever. En ik werk ervoor en ik heb baanzekerheid. Ik heb inkomenszekerheid. Ja, want was dat vroeger meer? Absoluut. Ja. Ja. Die flexibiliteit is echt gekomen in de jaren 80. Daar begon het vooral. En daarna jaren 90, begin jaren 2000... ook in Nederland met het neoliberale beleid. Bedrijven komen hier gebruiken werknemers, gebruiken arbeidskrachten. Ja, precies. En dumpen ze weer wanneer het hen uitkomt. Maar kijk, in feite produceren wij in Nederland veel te veel op dit moment, waardoor we geen menskracht kunnen vinden. Dus wat je doet is, je haalt Oost-Europeanen haal je binnen. Ja. Die hier voor de tomatenpluk zorgen of de paprikapluk of wat ze ook komen doen. En hetzelfde lot overkomt hen. Je hebt een tijdje nodig. En dan dump je ze weer. En in Rotterdam zie je ze op dit moment over straat lopen zonder dak. Dus dat zijn de nieuwe daklozen in Rotterdam. Dat zijn mensen uit Oost-Europa. Die geen huis meer hebben omdat ze eruit gezet zijn. Omdat ze niet meer verbonden zijn met het bedrijf. Niet terug kunnen of niet terug willen. Ja, maar dus dat tekort aan mensen, dat is nu opgelost. En nu zitten we met eigenlijk een overschot aan mensen die niet... Nee, we hebben nog steeds een tekort aan mensen. En daardoor is de overweging van dit neoliberale kabinet om te zeggen, nou, we halen nog meer mensen uit Oost-Europa hierheen om het werk te doen. Ja. Of we halen verpleegsters uit Indonesië die het werk gaan doen. Ja. Ja, maar dat lost uiteindelijk niks op. Maar moeten we dan af van het neoliberalisme? Of is dit sowieso iets wat gaat gebeuren? Dus... We moeten echt af van het neoliberalisme. Okay. Ja, dat is echt heel belangrijk. Dat we weer begrijpen dat mensen verbonden zijn met hun werk. Dat ze inkomenszekerheid hebben. Dat de verschillen tussen arm en rijk minder worden in Nederland. Dat mensen in armere delen van de stad gezien worden in hun armoede. En niet meer gezien worden als we worden gebruikt voor een werkgever op het moment dat het nodig is. Nee, dat is echt dat beleid, dat moet echt weg. Ja, maar je ziet dus ook dat mensen steeds bewust hierover worden. Dus
ik denk dat je dan wel optimistisch bent. Als in, waarschijnlijk gaat dat uiteindelijk ook weg. Ik ben ontzettend optimistisch op dit moment, omdat er zoveel crisis is. Ja, precies. Dat is een interessante opmerking. Ja, ja. Maar... want crisis maakt dat we wakker worden. Oh, wow, wat gebeurt hier? Wat moeten we nu oplossen? Wat komt er allemaal op ons af? Op het moment dat het wel goed gaat en ook die middengroepen die hebben hun inkomen wel geregeld. En ja, het zijn de arme mensen, maar ik ken er niet zoveel. Het zal wel meevallen. Toeslagenouders, ja, ik ken niemand in mijn familie enzovoort. Ja. Op het moment dat het ons meer raakt, dan worden we wakker. We hebben het verkeerd ingericht. Het systeem klopt van geen kanten. Ja, crisis is eigenlijk het proces van wakker worden zelf bijna. Ja. Maar het is wel balen dat het dan tot zover moet komen. Wat we dus crisis nodig hebben. Ik denk dat het altijd in de geschiedenis van mensen zo is. Je moet in beweging komen. En je komt alleen maar in beweging als het oncomfortabel wordt. En als je in beweging komt, dan ga je dingen oplossen. Ja. Bijna een natuurwet eigenlijk. Ja. Maar dit is dan een soort van omslag naar een nieuwe periode van de mens? Of? Ik hoop het. Ik hoop het. Kijk, je ziet dat de klimaatcrisis komt op ons af. Hoe gaan we daarmee om? Dus we zullen op een bepaald moment na moeten gaan denken. Hoe gaan we dit regelen? Hoe gaan we het fixen? Is het nog te fixen? En als het te fixen is, hoe gaan we het dan doen met elkaar? Dus niet op de ingeslagen wegen doorgaan. Dat is maar één voorbeeld. Ik weet niet meer wat jouw vraag is. Ja, of ik denk dat het had over die transitieperiode, toch? Want volgens jou, als ik het goed heb, zitten we in een tussenruimte. Ja, dat is wel een leuke term, hè? De tussenruimte, de liminale periode, is dat ook wel genoemd door Arnold van Gennep, antropoloog. Die onderzocht oudere volkeren. En die kennen drie fases. De fase van het begrip dat je los moet laten om naar een nieuwe fase te komen. Ja. Dan in die tussenfase, of die tussenruimte die ik dan zo noem. De chaos. Wow, wat gebeurt ons? We zijn niet meer zeker. Mm-hmm. Systemen kloppen niet meer. Komen in beweging. Wat gaat er nog eigenlijk goed? Nou, noem maar op. Om uiteindelijk in een nieuwe fase terecht te komen. Waar we naartoe gaan en waar we naar verlangen. Nou, die tussenruimte waar we nu in zitten... heeft te maken met dat we elkaar dus blijkbaar niet goed gezien hebben al die tijd. Of al die tijd, al die 20 jaar. Neem 20, 30 jaar. En dat het een systeem gecreëerd is... waarin mensen wel gebruikt zijn, waarin we elkaar niet meer gezien hebben, en dat we eigenlijk als mensen niet tegen een globale wereld kunnen. We kunnen niet tegen de globalisering, tegen grote systemen, tegen grote bedrijven. Dan zijn we niet gezien als mens. Nou, ik ben wel benieuwd in welke fase we dan terecht gaan komen zometeen. Maar dat verlangen is duidelijk. Die tussenperiode doet mij een beetje denken aan Mozes die dan met zijn volk vrijkomt en dan in de woestijn terechtkomt, als het ware. Ja, nou, dat is een mooi voorbeeld. En Mozes krijgt een opdracht om te vertrekken. Ja. En dan zegt dat volk, nou, lekker Mozes, we zitten in de woestijn. We dachten dat we naar het beloofde land gingen. Ja. Jij bent mooi. Maar eerst nog even een tussenperiode. Maar je hebt echt nog 40 jaar door die woestijn te trekken. Om dan uiteindelijk in dat beloofde land terecht te komen. Nou ja, noem 40 jaar even als voorbeeld. Het hoeft natuurlijk niet 40 jaar echt te zijn. Mm-hmm. Maar in die daar zitten we nu in. Het grappige is dat in die woestijn komt natuurlijk opstand. Mm-hmm. Dat volk zegt, dag Mozes, dit is niet helemaal zoals jij het ons had voorgesteld. Ja. Maar er ontstaan ook wel nieuwe dingen. Ja. Dus in de crisis ontstaan er altijd nieuwe dingen. Als je nu naar het politieke landschap kijkt... en hoe men vanuit Den Haag dacht, zo moet het gaan, zo moet het zijn. Dat in Nederland blijkbaar mensen hebben gezegd, ja, maar oké, tot hier en niet verder. Zo willen we het niet. Nu ontstaan er nieuwe dingen. En dat is pas interessant. Ja, ik had het net anders gekeken. Of misschien had ik hier een ander idee over. Ik dacht, wat je dan zou zeggen is dat we uit chaos kwamen, nu in de tussenperiode zitten en dan uiteindelijk zijn we vrij van die chaos. Maar het is een soort van... cyclus, als ik het goed begrijp. Dus je hebt steeds chaos en dan weer orde en dan weer chaos. Ja, want je zou misschien kunnen zeggen dat de industriële revolutie, dat was, zou dat dan misschien ook zo'n soort van tussenruimte zijn geweest? Nou, de industriële revolutie was natuurlijk een periode waarin mensen dan ook gebruikt werden in die fabrieken uiteindelijk. Ja. Daar kwam men achter. Het was natuurlijk aan de ene kant een verrijking, maar vooral van de toplaag. De arbeiders werden gebruikt in die fabrieken. Dus toen kwamen we dan later achter dat het een enorme armoede heeft gecreëerd. Dus mensen die leefden van het land in kleine gemeenschappen trokken allemaal naar de stad. Dat zie je overigens in Azië ook heel veel gebeuren. Afrika ook heel veel gebeuren. Ja. Dus gaan naar de stad.
Omdat daar werk is en werk is geld. Maar hebben eigenlijk gewoon onvoldoende om te overleven. Dus je creëert een enorme chaos daar. Ja. En in die chaos, kijk naar een aantal Afrikaanse landen waar nu verkiezingen zijn, komen er weer nieuwe dingen uit. Maar dat in die chaos zitten we nu. Ook als wereld. Letterlijk, hè, door oorlog. Maar ook doordat het systeem knelt en uit elkaar aan het vallen is. Oh, maar die tussenruimte is dus echt iets mondiaals. Dat is niet iets wat alleen in Nederland gebeurt. Maar dat gebeurt overal synchroon. Ja. Nou ja. Men zegt wel eens, ook antropologen zeggen dat, na een pandemie die we hebben meegemaakt, komt er altijd oorlog. Ah. Nou, dat blijkt ook wel. Ja. Ja, dat is een interessante gedachte waar ik ook over na moest denken. Van, is dat zo? Maar dat klopt wel. Het is een enorme stressperiode die zich dan weer gaat vertalen in strijd. Ja. Dus we zitten nu in die strijd, ook met elkaar. En dan met name, hoe willen wij leven? Hoe willen wij van betekenis zijn? En die strijd creëert chaos. Een zekere chaos. In Nederland valt het nog relatief mee natuurlijk, die chaos. Maar het heeft wel tekenen van, wij willen het anders. Ja, maar dus in principe hoort het er ook gewoon allemaal bij. Ja. En we kunnen er ook niet zo heel veel tegen doen. Ja, ik zou zeggen meegaan in de flow. En kijken wat daar gebeurt. Ja. Dus op het moment dat je je hak in het zand gaat zetten en zegt, ja, maar dat wil ik niet. Ik vind dat niet. Ik wil terug. Ik wil terug naar de situatie van hiervoor. Want toen wist ik nog wat ik had. Nou, dat kan niet meer. Ja, dus daar zie je de stress ook van veel mensen. Ook van veel organisaties, van overheid, van bedrijven. In de hoop dat het teruggaat naar de situatie van hiervoor. Maar dat kan niet meer. We zijn in beweging gekomen. We zijn in de woestijn gekomen. Ja. Je kunt niet terug naar de zee over. Dus je zult vooruit moeten. Ja. Maar heeft u voorspellingen van hoe het eruit gaat zien? Als, nee, deze... als ik dat had. Nee, maar ik zie wel... ik zie tekenen van hoop daarin. Ja. En vooral ook omdat ik geloof dat we in Nederland in staat zijn om aan de tafel te gaan zitten met elkaar en zeggen, oké, wat is nou het probleem? En hoe gaan we het fixen samen? In plaats van dat iemand komt, oké, ik heb het probleem gelokaliseerd, hier is een stikstofkaartje. Dat gaan we op die manier doen. Dat mensen denken, waar komt dat vandaan? Ja. Dus in communicatie. Dus wat een mooi voorbeeld is burgerberaad. Dat idee van burgerberaad van Eva Rovers, onder andere. He, dus we gaan als burgers ons beraden met elkaar. We gaan kijken, hoe gaan we het oplossen? En dat de overheid dan ook zegt, oké, we gaan met dat beraad echt iets doen. Dus niet, we gaan leuk 1000 mensen of wat dan ook bij elkaar halen. En die gaan een dag met elkaar kletsen en dan doen we daar verder niks mee. Want dan ben je weer niet gezien. Ja, Mensen denken, nou, laat dan maar zitten. Maar burgers zijn in staat in Nederland om dingen op te lossen met elkaar. Is een referendum dan niet gewoon een goed idee? Een referendum is lastig, omdat je dan in een hokje alleen staat en je kruisje zet bij ja of nee. Ja, precies. De dialoog dus moet zijn. De dialoog is belangrijk. Ja, dat is zo. Dan word je echt gezien. Dan word je met elkaar gezien. Ja. Ja, ik vind het op zich wel interessant. Het voelt bijna als iets passiefs, deze soort van transitie waar we in zitten. Als je bijvoorbeeld als je een revolutie hebt, dan heeft iedereen gewoon een doel voor ogen. De Nederlanders zijn niet gewend aan revolutie, hè? Dan moet je naar Frankrijk. Ja precies. Ja, inderdaad. Ja, dat weten ze, dat snappen ze. Ja, maar overal in de wereld is het denk ik wel iets passiefs. Als in, we hebben niet allemaal dat doel voor ogen waar we naartoe streven, maar dit gebeurt gewoon om ons heen. We gaan. Nou, als je om je heen hebt gekeken de afgelopen tijd, zie je natuurlijk dat mensen in beweging zijn gekomen. Noem alleen al de boeren, hoe die in beweging zijn gekomen. Wat je daarvan ook van mag vinden. Maar daar zit beweging. En dat heeft zich nu vertaald in een politieke uitslag. Dus er zit wel. En als je de onderstroom begrijpt, het is wel interessant. In die onderstroom gebeurt er eigenlijk heel veel. Gebeurt er heel veel in de zin van. We willen niet in beweging komen, dat is interessant. Mm-hmm. Maar er zijn ontzettend veel projecten, er zijn ontzettend veel ondernemers. Er zijn ontzettend veel sociale bewegingen in die onderstroom. Echt heel veel. Die het nieuws niet halen. Dus heel veel mensen weten niet van die duizenden projecten die er bezig zijn. Ja, ja. Maar als je die bij elkaar optelt, heb je een beweging van groot formaat. Dus in die onderstroom gebeurt er veel. Dat kan in je lokale straat zijn, waar bewoners ineens energietransitie met elkaar gaan organiseren met zonnepanelen op het dak. Dat kan zijn dat de buurt zich gaat ontfermen over mensen die het niet redden.
in buurtcafés of wat dan ook. Het kan zijn dat jongeren elkaar weer gaan vinden onder begeleiding van onderwijs. Hey, we vallen nu buiten de boot, maar hoe krijgen we die jongeren weer binnenboord? Ontzettend veel projecten zijn er. En dat maakt me ook wel hoopvol. Ja. Uiteindelijk zijn we wel... Dat is echt mijn mening, zijn we in staat om de dingen op te lossen met elkaar. Op een goede manier. Ja, dus even een beetje samengevat. Ja. We zitten dus nu eigenlijk in een... Of ja, misschien nu niet meer, maar we komen uit een best wel betekenisloze tijd. En we streven nu als het ware... Of ja, we gaan nu langzaam toe naar een tijd waar een betekenis in het bedrijfsleven en ook in het politieke leven bovenaan staat. Ik denk niet helemaal correct wat je zegt. Het is niet een betekenisloze tijd. Het is een periode waarin we veel aandacht hebben besteed aan ons eigen inkomen. Mm-hmm. Besteed hebben aan consumptie. Mm-hmm. En daar nu achter komen dat het dus niet de betekenis heeft gegeven waar we op hoopten. Ja, oké. Okay, dus en daarin zie je dat systemen die toen oké waren, nu gaan knellen. Dat er heel veel mensen buiten boord vallen binnen dat systeem. Dat heel veel mensen dus ook niet gezien worden binnen dat systeem. En nu in een soort van opstand komen met elkaar. En dat was in het verleden waren dat, zou ik maar zeggen, de onderlaag van de samenleving. Daar hadden we, lullig gezegd, niet zoveel last van. Maar die laag wordt steeds groter. De middeninkomens zijn nu geraakt, worden nu geraakt. Dus een grote groep mensen wordt geraakt door dat systeem. En we zien met elkaar en we willen met elkaar dat dat niet zo doorgaat. Ja. Is betekenis voor jou puur iets wat daarmee te maken heeft? Of kan dat ook buiten het bedrijfsleven, buiten de bureaucratie? Bijvoorbeeld gewoon in je persoonlijke leven? Met ja, de mensen dat om je begint heen. Uiteindelijk daarmee. Hè? Dus op het moment dat je de vraag hebt aan de vraag aan jezelf hebt gesteld, wie ben ik? Dan komt het de volgende vraag, wat ga ik doen? Ik heb ooit eens een aardige formule bedacht. Die ga ik bij jullie voorleggen. Z is, ik moet het zo goed zeggen, E is Z maal M maal T. Je moet wel weten waar alles voor staat natuurlijk. Ja. Ja. Eigenheid is zelfinzicht maal missie maal talent. Zelfinzicht. Eigenheid. Oh, nog één keer. Eigenheid is zelfinzicht maal missie maal talent. Als je als jongen, als een jongere aanklopt bij een school, zegt een school, wat kom je doen? Wat wil je komen leren? Dat weet een jongere niet. Hè, dan probeert de school erachter te komen, welk talent heb jij? Zodat we je ergens in kunnen pluggen, als het ware. Een tweede vraag aan zo'n jongere zou zijn, ja, maar wat wil je dan gaan worden? Of wat wil je dan gaan doen? Ja, dat weet een jongere ook heel vaak niet. Hè? Dat is dan je missie. Dus een school zal bij de eerste vraag moeten beginnen. Wie ben je? Ja. En dat noemen ze dan beelddoen tegenwoordig in het onderwijs. Ja. Dus wie ben je? Op het moment dat je je daarmee bezighoudt, ga je je vanzelf ontwikkelen wat je missie wordt in het leven. Mm-hmm. Niet je talenten per se, maar je missie. Dan gaat het over, dit is wat ik wil. Dit lijkt me goed voor mezelf. Ja. En dan pas ga je vertrouwen op, welke talenten heb ik dan bij nodig? Ja, want je en het grappige is, tijdens de reis met je missie, zul je andere talenten ontdekken waar je niet eens aan hebt gedacht. Oh, wacht eens even, dat kan ik, blijkbaar. Dus eigenheid is zelfinzicht maal missie maal talent. Ja, en die talenten komen ze op het eind. Dus je gaat niet eerst kijken naar wat zijn je talenten en dan ga je daar een beetje... Totaal niet interessant voor jongeren. Zo gaat het wel, heb ik het gevoel. Ja, zo gaat het wel. Dus ook dat systeem ligt op zijn rug in feite voor veel van jongeren. Ja, maar dat onderwijs past mij niet, het klopt niet, ik voel me niet thuis, ik moet dingen leren waar ik helemaal geen bal interesse voor heb. Waarom zou ik dat moeten leren? Ja. Nou, dan gaat het mis. Jongeren gaan onderpresteren, gaan ook niet presteren, vallen uit. Ja. Het onderwijs roept van ja, maar kijk naar al die jongeren die uitvallen, dat moeten wij allemaal gaan regelen. Ja, dat komt omdat je bij het verkeerde begint. Ja, dat is wel interessant. Maar zou je dan een soort van ik kan me voorstellen, dat je wel een soort van balans moet vinden, toch? Ja. Je kan niet zeggen van, oh, ik ga in mijn leven niks doen met wiskunde, niks doen met aardrijkskunde, al die fouten, dus ik ga het gewoon allemaal niet leren. Nee, maar als je met zelfinzicht begint, dan ga je ook je nieuwsgierigheid ontwikkelen. En in die nieuwsgierigheid, ik heb een kleinzoon die in deze situatie zit, die is ontzettend geïnteresseerd in de kosmos. Ja. Kan je daar alles over vertellen, maar die vragen worden niet gesteld als je aardrijkskunde moet leren. Dan moet hij dingen leren waarvan hij zich afvraagt, waarom moet ik dat leren? Ik heb er nooit om gevraagd, maar ik moet het blijkbaar leren, want ik moet de cijfer halen, want ik moet doorgaan naar de volgende klas. Ja. Dus het is uitzichtloos voor veel jongeren. Dus je nieuwsgierigheid opwerken heeft ook met jezelf te maken.
En dan kom je jezelf ook beter tegen. En dan ga je nadenken over wat heb ik dan te doen? Wat wil ik dan gaan doen? Waarom studeer jij wiskunde? Blijkbaar ben je ergens door aangeraakt. Mm-hmm. Vind je het interessant? Wil je er iets mee? Maar je moet wel eerst aangeraakt worden. En pas als je onderweg bent, ga je nadenken, welke talenten heb ik daar eigenlijk voor nodig om wiskunde te studeren? En die talenten ontwikkelen zich dan ook. Ja, en wat kwam er nou voor missie? Dus talent, daarvoor kwam missie? Eigenheid. Oh ja, dat was het. Is. Ja, eigenheid is. Zelfinzicht, maar missie, wel talent. Ja, dus dat zelfinzicht heb je eerst nodig om te bepalen wat die missie is. Ja. En daaruit vloeien dan talenten, of hoe moet je dat zien? Nou, we hebben allemaal talenten. Ja. Alleen je talenten kweek je naar aanleiding van wat je te doen staat. En soms kom je er dan achter dat je bepaalde talenten wel hebt, nooit over na hebt gedacht, mm-hmm. Die kunnen dan op dat moment goed uitkomen. Maar die ontwikkelen zich naarmate jij met je missie bezig bent. Ja, want het lijkt mij juist handig om dus dat zelfinzicht en dan in te zien welke talenten je hebt en daarop een beetje aan te sturen wat je missie zou moeten zijn. Ja, maar als je missieloos bent in het leven, Mozes had een missie. Dan kom je niet achter je talenten. Hè? Dus ja, hij had een missie en ontdekte in die missie, ik heb dus deze talenten, om een hele groep mensen mee te nemen. Ja, ja. Blijkbaar. Ja. Wist hij ook niet, want Mozes stotterde, zoals je mogelijk weet in het Bijbelverhaal. Dus Mozes wist, hè, die dacht, dat gaat mij nooit lukken. Het lukte hem dus uiteindelijk wel. Ja, ja, ja. Ja, dat lijkt me nog best wel heel erg lastig om erachter te komen wat je missie is en helemaal dat stapje daarvoor. Ja, het is niet zo dat je zegt, nou, ik heb nu mijn hele missie voor mijn hele leven bedacht, maar je hebt hier al een richting bepaald. Ja. Ja, dat is genoeg, een richting. Nou, ik weet niet wat voor jou genoeg is, maar ik kan me voorstellen dat een richting fijn is. Ja, minstens, toch? Ja. Ja. Ja, maar ik merk bij mezelf dat dat ook wel heel vaak verandert. Dat ene moment, dan ben ik heel erg gedreven door dit, maar dan... Misschien is er ook iets aan mij dan, maar dan opeens... Nee, dat is herkenbaar, hoor. Ja. Ja, maar je ziet wel dat je een bepaalde richting uitgaat. En wat uiteindelijk je uiteindelijke doel wordt, of die stip op de horizon, daar geloof ik ook niet zo in. Maar dat je wel een richting krijgt uiteindelijk. Maar je moet aangezet worden tot die richting. Ja, en ik denk misschien ook inderdaad dat het belangrijk is dat je überhaupt naar voren beweegt. En dat je niet stil blijft staan. Dus dat je gewoon de juiste richting op gaat. Nou, ben je nu in een goede tussenruimte tijd. We gaan met z'n allen naar voren. Ja. Ja, maar is het dan als we uiteindelijk in die periode van orde zijn, dan staan we dan stil? Dan gaan we ook nog wel ergens naar. Nee, want ik kan... Ik sprak een antropoloog onlangs, die zei, ja, maar jij hebt het over die eerste fase loslaten, tweede fase chaos en de derde fase van dat wat je wilt zijn met elkaar. Maar misschien is dat helemaal niet bedoeld voor ons als mens. Misschien moeten we dan weer van voren af aan beginnen. Het zie je zo nooit tot een stilstand komen. Ja, dat zie je eigenlijk altijd wel. Want niets houdt echt stand qua hoe een samenleving is. Dus er zit altijd continue beweging in. Maar waar het nu vandaag de dag over gaat, is dat we niet en terecht tevreden zijn met hoe we het bedacht hebben, of hoe het bedacht is voor ons als mens in het systeem Nederland. Mm-hmm. Er wordt wel eens door sommige mensen BV Nederland genoemd. Dus je bent onderdeel van een bedrijf geworden, zonder dat je het regen had. Dat is een politieke partij ook. Maar kijk naar het onderwijs, het is ook een bedrijf geworden. Kijk naar de zorg, het is een bedrijf geworden. Kijk naar de sociale zaken, het is een bedrijf geworden. Belastingdienst is een bedrijf op zich. Dus we zijn in bedrijven gaan denken. Ja. En waar we nu naar op zoek zijn is, we willen niet meer een onderdeel zijn van een bedrijf, we willen een onderdeel zijn van een gemeenschap. Nou, dat weet ik niet, of bedrijven gemeenschappen worden. Gemeenschappen worden bedrijven? Nee, dat is wat het nu is. Ja, oké, maar dat uiteindelijk wat er dus gaat gebeuren. Bedrijven gaan gemeenschappen worden. Nou, kijk naar een thema als de zorg. Ja. De ziekenhuizen zijn bedrijven geworden. Ja. Ja. De vrije markt heeft de grip gekregen op de ziekenhuizen. Dus dit wordt als een bedrijf gerund. Waar komt de zorg vandaan? De zorg komt vanuit nonnen die... patiënten, kijk naar Florence Nightingale overigens, als typisch voorbeeld, die patiënten behandelde. Daar is geen enkele vrije markt bij gebaat geweest. Er zit geen enkele marktgedachte achter. Ja, ga nog verder terug en je had de sjamaan als het ware. Bijvoorbeeld. Ja. Of, in China, waarin de dokter betaald wordt voor een lege wachtkamer in plaats van een volk wachtkamer. Ja. Want dan doe je het goed als dokter. Dat vind ik een hele goede gedachte. Maar wij hebben een ziekenhuis bepaald als een bedrijf. Mm-hmm.
niet zelfs een BV, maar ook een NV. Want er worden aandelen zo langzamerhand uitgegeven. Ja. Want het geld moet ergens gestald gaan worden. Daar zie je het dus misgaan. Wooncorporaties gaan ten onder, omdat ze diezelfde gedachte hebben gehad. Ja. He, we gaan ons geld, wat we hebben verzameld, gaan we in aandelen stoppen. Want dan creëren we meer rente, krijgen we meer geld. In plaats van we gaan woningen bouwen. Hmm. Nou, daar is het misgegaan. Ja. Is kapitalisme het probleem? Nee, ik vind kapitalisme op zich geen probleem. Nee, oké. Okay. Ja, duidelijk. Nee, het is niet het geld, het is hoe we met het geld omgaan. Maar hoe we met het geld omgaan is niet kapitalisme? Hoe we nu wel met het geld omgaan is een vorm van neoliberaal denken, waarin het kapitalisme op een verkeerde manier is gebruikt. Ja, het is kapitalisme met een neoliberaal smaak, ja, als het ware. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, nou, om het toch een beetje terug te brengen op geluk. Ik vraag me dan af, als we uiteindelijk die betekenis kunnen vinden in ons hele leven. Als iedereen dat heeft, zijn dan bijvoorbeeld podcasts zoals deze niet meer nodig? Dat is onze betekenis. Ja, dan hebben wij geen betekenis meer. Ja. Nee, maar hoe is dan de zoektocht naar geluk klaar, om het maar even zo te zeggen? Nee, ik geloof dat onze zoektocht als mens nooit klaar is. Nee. Er zijn natuurlijk mensen een soort dat constant onderweg is, nieuwsgierig, dingen willen uitvinden, verbeteren. Mijn hoop is, maar dat is op een wat hoger niveau gedacht, is dat we in staat zijn mensen te worden met elkaar zonder elkaar te veroordelen. Dus we zijn natuurlijk heel vaak wel in groepsdenken terechtgekomen, waardoor de polarisatie is ontstaan. Ja. Ik heb gelijk, jij hebt ongelijk. En omdat jij ongelijk hebt, ben je een lul. Ja. Ik hoop dat we naar een niveau stijgen, dat we zeggen, hé, maar ik ben ergens bij betrokken, dit is wat ik vind. Het maakt me niet uit wat jij vindt, maar waar kunnen we elkaar wel vinden? Waar kunnen we elkaar met elkaar in verbinding zijn? Mm-hmm. En dat gaat het best dan weer in die kleine communities. Want daar zit je aan een tafel met elkaar, maak je een podcast, creëer je een gedachte, denk je na, dat suddert weer ook weer na in je hoofd. En zo ontstaat er iets nieuws in feite. Ja, ja, want je kent iedereen, dus het is heel lastig om elkaar te dehumaniseren eigenlijk. En elkaar gewoon weg te zetten voor gek. Ja. Maar we moeten dan ook weer niet groepsdenken. Dus we moeten een soort van terug in groepen, maar we moeten niet de andere groepen als onze vijanden dat is natuurlijk wat er in de geschiedenis heel vaak gebeurd is. Hè? Dat je dan zegt, oh ja, dan gaan we groepen. En dan, maar ja, goed, dan gaan we natuurlijk tegen de andere groepen afzetten. Ja. Mijn hoop is dat we vanuit die bewustwording wie we zijn als mens, dat we dat mogelijk op een bepaald moment achter ons zouden kunnen laten. Ja. Is dat niet een beetje mens-eigen om te doen? En misschien zelfs wel dier-eigen. Het is mens-eigen om je af te zetten inderdaad en ook af te zetten tegen anderen. Maar dat is dus wat ik zeg, in die bewustwording wie we zijn met elkaar, of dat hogere bewustzijn in feite wat je dan creëert met elkaar, dat we dat achter ons gaan laten een keer. Dat is mijn hoop. Ja, en ik vind het ook mens-eigen om die dingen te overstijgen. Om dingen te overstijgen die worden gelabeld als mens-eigen. Dat is mens-eigen. Ja, het is een beetje paradox misschien. Nee, het overstijgen is mens-eigen en het groepsdenken is dier-eigen. Ja, precies. Ja, precies. Ja, nou, we zijn een beetje aan het einde van de aflevering gekomen. We vragen altijd onze gasten om een voorwerp mee te nemen. Ik weet niet of je een voorwerp mee hebt. Oh, ik heb iets bij me, ja. Kijk. Want ik kreeg die opdracht. Ik heb dit bij me. Een steentje? Dit is een steentje. Dit steentje heb ik opgeraapt op het eiland Ithaca in Griekenland. Mm. Ithaca is bekend van Odysseus. Ja. Koning Odysseus, koning van dat eiland. Die werd op een dag opgehaald door zijn medekoningen, omdat er weer eens een vrouw geschaakt was. In dit geval door de prins van Troje. Dus er moest weer strijd geleverd worden. Dus de Grieken trokken te strijden tegen de Trojanen. Dan hebben ze trekken ze dus naar de stad Troje, die overigens nu in Turkije ligt, voor het begrip. Dat duurt 10 jaar. Die liggen 10 jaar voor de poorten van Troje en het lukt ze niet om binnen te komen. Totdat Odysseus uiteindelijk een list bedenkt. Het paard van Troje. Yes. En dat is het houten paard wat gebouwd werd. De Trojanen worden wakker en die zien, de Grieken zijn weg. Die zijn het zat. 10 jaar strijd. Mag ook wel eens een keer. Er staat nu een paard, een soort offer aan de goden. Dat paard halen we naar binnen. In de buik van dat paard zitten Grieken. En terwijl de Trojanen dronken 's nachts liggen te slapen van een gevoel van feest, doen zij de poorten open. Grieken komen binnen, verslaan de Trojanen.
En dan krijg je de terugreis van Odysseus, want daar gaat deze steen over. Odysseus wil terug naar zijn eigen eiland, want daar wacht zijn vrouw en zoon op hem. Maar in die strijd tussen de Grieken en de Trojanen heb je de helft van de goden waren voor de Grieken en de andere helft voor de Trojanen. Nou, overigens over tegenstellingen gesproken. En de god van de zee, Poseidon, die is voor de Trojanen. En die zegt dan tegen Odysseus, wat er ook gebeurt, jij komt niet terug thuis. En dan krijg je een 10 jaar durende reis van Odysseus, die uiteindelijk na heel lang omzwervingen, eilanden bezoeken, veel van zijn vrienden verloren, avonturen hebben beleefd, toch weer terug op zijn eigen eiland Ithaca. Nou is er een dichter geweest in de 19e eeuw, meneer Cavafes, die heeft een beroemd gedicht geschreven over deze reis van Odysseus en Ithaca. En de zinnen die hij schreef waren, wens de goden dat je weg lang is, maar hou Ithaca altijd in gedachten. Dus over missie gesproken, die interne missie, waarom ben ik hier, wat heb ik te doen, hoe ga ik mijn leven beleven, wat draag ik bij, dat is je interne Ithaca in feite. Je weg is lang en ingewikkeld en het gaat over vele paden en mislukkingen soms. Maar wens de goden dat je weg lang is, want direct op je doel af is ook zo wat. Maar hou Ithaca altijd in gedachten. Nou, deze steen heb ik opgeraapt van het eiland en ik heb een jongerenproject gecreëerd, gemaakt met een aantal mensen in Rotterdam. Om jongeren die echt buiten de boord gevallen zijn, geen school, geen opleiding, geen werk enzovoort, om die 8 weken bij ons te houden in dat project en hen veel te vertellen over het leven. Hen ook de aan buddhische vaste klinken als het ware, mensen die wel een opleiding hadden gedaan of een ondernemer waren of wat dan ook. Om zo die reis met elkaar op een andere manier voor te gaan zetten, in de hoop dat ze na die 8 weken een turning point maakten in hun leven en ze dachten, oké, ik ga het anders doen. Ik begrijp nu wat mijn missie is. Ik begrijp nu veel beter wie ik ben. En ik begrijp ook een beetje van mijn talenten. En deze steen heb ik toen opgeraapt. En we hebben ook een steen aan de jongeren gegeven toen de tijd. En 1 steen heb ik in de Griekse tempel op in Athene bovenop. Bij de godin Athene ertussen geplopt. Dat mag helemaal niet natuurlijk. Maar ik hoopte en wenste dat de godin Athene ons nabij was in dat project. Ja, mooi. Die steen laat ik achter bij jullie. Oh, super joh. Voor jullie trofeeënkast. Ja. Wie weet, voor anderen om te bewonderen. Maar dit is het verhaal van ons. Als mensen. Mooi. Omdat we altijd onderweg zijn. En dat onderweg zijn ons altijd afvragen. Wat heb ik te doen? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen naartoe? En in dat onderweg zijn uiteindelijk ook begrijpen wat je doel is. Ja, prachtig. Nou, heel mooi. Ja. Nou, heel erg bedankt dat je langs bent gekomen. Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan. Leuk dat je hebt gekeken of geluisterd naar deze aflevering van de Podcast of Hope. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd door bent geraakt. Iedere zondagochtend om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.